kunstbende. Dat is veel talent, veel jonge mensen en vooral veel fun. Vrijdagavond haalden de finalisten van de DJ-contest hun beste skills naar boven. En met Sam de Bruin als afsluiter werd nog een stevig feestje gebouwd. De voormalige presentator van Kunstbende is zeer blij met het hoge rock'n'roll gehalte van deze deelnemers. Dat zijn allemaal mensen die over dingen nadenken op een andere manier dan andere jongeren doen, denk ik. En dat is waar rock'n'roll, denk ik. Een beetje tegen al het gewone, laat ik het zo zeggen. Ook de ouders van de deelnemers zijn zeer gecharmeerd door de aangename sfeer die hier heerst. Ik vind het super. Ik vind het echt wel echt heel tof. Ja, absoluut. Rock and roll, voor ons is dat de Rolling Stones en al die oude dingen. Maar wat we hier horen, dat klinkt eigenlijk ook wel mooi. Dus we kijken er naar uit. Na het feestje gaat het richting Duin en Zee, waar iedereen gezellig samen kan slapen. Nu ja, slapen. Ook hier zit de sfeer er zeer goed in. Een veel te korte nacht, een stevig ontbijt en het feest gaat gewoon door. De deelnemers lijken helemaal klaar voor de finale. We beseffen dat nu nog niet echt dat het zo'n finale is, maar we hebben er wel echt zin in. Ja, ik heb er ook heel veel zin in, maar als je zo de anderen bezig ziet, ziet wij zo helemaal naar onderzak. Dat is wel nee, maar ja, het komt wel goed. De deelnemers leggen snel de laatste hand aan hun werken alvorens de jury langskomt. Overal schiet het stressgehalte de hoogte in. Daar juist naar de andere groepen gaan kijken en het niveau ligt enorm hoog. En we hebben er gewoon daar al stress van gekregen, al 2 uur geleden. Dus ja, het zal wel in orde komen, hopelijk. En nu is het spannend afwachten tot de prijsuitreiking.